all pilots, get to your ships. Prepare for takeoff. Prepare for takeoff. Welkom in de Nuka Galaxy, beste kijkers. Welkom allemaal bij mijn Fallout 4 serie. Natuurlijk gaan we verder met Nuka World. Alweer over de aflevering 10, geloof ik. Ergens in de aflevering 90. Damn, wat zijn we lekker bezig. Vorige part was nogal chaotisch, veel planningen die door elkaar heen liepen, alles liep weer anders dan gepland. Ik zou eigenlijk naar een nieuw gebied gaan, tot ik erachter kwam dat ik de heel Nuka Galaxy attractie nog niet heb ontdekt. Die gaan we dus deze dag ontdekken, huppakee. Sneak attack, bitch. Dus welkom allemaal terug bij de nieuwe aflevering van de Nuka World Expansion op mijn kanaal. Ik hoop dat jullie er allemaal zin in hebben. Een like gaan achterlaten en dus daarmee de support show. Laten we snel deze attractie ontdekken en dan naar een nieuw gebied gaan. Van de Nuka World pretpark gebieden. Oh wow. We have confirmed reports of multiple hostiles. Shit, ik heb er net een doodgeschoten, maar misschien waren ze gewoon aardig. Hey, that's my girl. Moet je wel kijken, character. Lekker wijfie is dat. Wat heb ik gedaan? Ik heb het echt helemaal verneukt. Ah, fuck it ook. Ik ben echt benieuwd wat voor soort attractie dit was. Ik weet in ieder geval wel dat hier nu een... Oké, die is ook friendly. Oké, ik zal ze dus niet gaan aanvallen nu ik weet dat ze hier friendly zijn. Alles lult door elkaar heen. De launch bay is just up ahead. Get to your ships. Hey girl. Nuka Girl, Ace Pilot. You ready for your... Ze heet ook gewoon Nuka Girl. Hello, I am Nuka Girl. Oké, hier kan ik voor de rest niks doen, neem ik aan. Nee, oké. Please bring her if your visit isn't meeting your expectations. There are no refunds. Oh, heel aardig, man. Zie, ze zijn allemaal aardig tegen me, wat lief. Dat is ook wel eens cool, gewoon een attractie waarin ze eindelijk een keer aardig zijn allemaal. Oh, ik snap al waaraan het ligt, joh. Ik had de security uitgeschakeld, snappen jullie het ook weer? Dat komt door al mijn star cores. Ik heb natuurlijk in de mainframe gezegd dat de beveiliging uit moet in dit gedeelte van het park. Zo apart, alles werd bestuurd door robots. Kan ik nou echt gewoon die attractie in? Dat zou wel heel tof zijn hoor.
Oké, ik ga even rondkijken natuurlijk. Maar dit is helemaal kapot. Zou ik hier straks doorheen beuken dan? Nee, dit is ook kapot. Kan ik hierin? Het zou wel heel apart zijn hoor, als het lukt. Nee, dit is ook kapot, man. Eventjes goed rondkijken. Kunnen we deze openen? Die kunnen we gewoon openen. Eens kijken. Even een quick save voor het geval dat het fout gaat. Je weet het niet. Wow. Super nice. Zie je, die attractie gaat natuurlijk helemaal zo langs alle sterren. Hey. Wat had hij bij hem? Gewoon een hunting rifle, cartridge en ammo. Oh, hier voor de rest kan ik niet heen. Het is ook allemaal kapot, zie je? What the fuck? In ieder geval kapot, ik zeg het fout. Het is een beetje raar gedaan. Wow. Dit is wel creepy om te zien. Als het opeens allemaal gaat bewegen of zo. Hello, I'm an alien. Want ze schieten ook echt gewoon. Dat is nog raarder om te beseffen. Hello, I'm an alien. Oh, Commander Gutsy, maar ik denk dat het erbij hoort. Ik vind het echt een hele toffe expansion hoor, die ze hebben gemaakt. Do I look like I have time for idle chit-chat? Oh, sorry hoor. En wat gebeurt hier? Hij is aan het schieten, denk ik. Do I look like I have time for idle chit-chat? Nee, nee, nee. Zo zie je er niet uit. Eens kijken, hier naar beneden. Ik bedoel, het feit dat je hier naartoe kan, dat geeft natuurlijk aan dat er hier ook wel wat te vinden moet zijn. Yes. Daaronder staan ook nog robots. Hier vind ik weer wat extra's. Wat is dit nou? Mented Snope. Gewoon met medicatie en zo. Oké, niet boos gelukkig. Alright. Nee, nee, nee. Je ziet er niet uit alsof je tijd hebt voor chit-chat. Sorry man, het spijt me. Nuka Sherry. Kan ik vervolgens hier nog wat mee doen? Ben ik wel benieuwd naar. Eens kijken. Ride controls. Multiple men. The ride has been halted until safe conditions can be restored. Main power off. Oké, okay, tokens en zo. Ja, er is iets. Op bepaalde plekken van het spoor, bijvoorbeeld. Daar is ook bijvoorbeeld het spoor dichtgetimmerd. Ja, ik snap best dat dat even gefixt moet worden.
Zo, dit ziet er wel awesome uit hoor. Wat een gamepie, want als ik dus mijn lampje uit, check het. Het is vet donker en je kan hier echt helemaal cool met de achtbaan mee. Ze hebben dit echt heel mooi gemaakt. Want je bent ook echt benieuwd, terwijl je hier rondloopt, wil je gewoon die attractie repareren. Je wilt het gewoon gefixt hebben, want je wilt een ritje maken. Zo, hier ga je pittig dood, gok ik. Damn. Shit, hey. Iets hier is heel boos. Oh nee, niet dit hoort zo. Wat vet om te zien dit, man. Ik hoop niet dat ik echt geraakt kan worden, dus ik ga eventjes quick saven. What the fuck? What the hell is going on? Ik had niet verwacht dat deze chaos hier zou uitbreken, Jezus man. Hallo? Ja, ze zijn wel friendly, dat is ook zo raar. Tenminste, raar is het niet, maar ik bedoel... Oké. Nou, officieel zou je dikke vette ruzie hebben met al die robots, maar nu valt het reuze mee. Omdat de officiële beveiliging uitstaat, zeg maar. Het is echt heel lastig om in te schatten hoor, dit. Ik bedoel, waar ik wel al of niet al ben geweest. Maar kom ik hier een soort van vandaan? Maar dat weet ik ook niet zeker. Oké, zijn we weer in het begin. Hi Nuka Girl. Haar outfit is veel te fucking sexy ook. Opgeblazen tieten en shit. Squads 3, 4, 5.
You are go for launch. Repeat. The colony on Cola 5 is under... Move to red alert. Deploy all fighters. Huh? Ja? Good day to you! Hey, hij is vet lief ook. The flight coordinator will direct you to your Nuka fighter. Zo moeilijk, ik zou echt niet weten hoe ik deze attractie in zijn geheel zou moeten fixen. Die kan hierboven ook nog zijn, zie ik. Ik heb in ieder geval die employee key. Maar ik kan natuurlijk deze rommel niet weghalen, hè? Nee. En hierboven, wat is hierboven? Waarschijnlijk nog meer starcodes. Eens kijken. De employee key. Ik kan niks besturen. Hier zit aardig wat coole dingen in. Hoi jongens. Gezellig hier. Oké, okay, dat is ook gelukt. Een cap stash, een quartz. Heel veel mantids. Volgens mij is het een beetje paracetamol, de mantids van Fallout. Ja, ik weet nu nooit of ik alle starcores heb, want dat kan je natuurlijk helemaal niet nachecken. Wat ik nog kan doen is hierboven even kijken, dit is namelijk de uitgang. Hey, cool. Daar heb ik dus in ieder geval nu al een medaillon van. Waar gaat dit heen? Dit is de echte uitgang. Dat is dus niet de bedoeling, we willen hier niet weg. Gelukkig heb ik die medaillon. Ik weet dus nu hoe dat werkt. Je stopt er een token in en je krijgt er een medaillon van deze attractie uit. Dus dat vind je vooral bij de uitgang, ben ik nu achter. Nou, dat is alleen maar mooi. Oké, we kunnen dus nog geen ritje in de attractie hebben. Omdat de main power nog steeds uit is. En voordat dat pas aangaat, ja, dan moeten we denk ik verder gaan. En dan kunnen we... denk ik eindelijk een ritje hebben. Ja, want op dit moment staat nog steeds de main power uit. Dus dat gaat hem niet worden helaas. Ik heb gelukkig wel alle star cores verzameld. Dus het ritje ga ik later opnemen. Wat ik nu nog ga opnemen is dat ik de Star Cores daadwerkelijk in de mainframe ga stoppen. En dan laat ik dus zien dat dit de shortcut is. Zo zou je dus... nou, gewoon simpel van A naar B kunnen gaan. Maar goed, we gaan dit dus later fixen. De mainframe is op het moment nog uit. Dus ik zie het niet gebeuren dat we nu een ritje kunnen maken. Ik ga mijn Star Cores nu in de mainframe zetten. Protect and serve. Hoi, nog steeds benieuwd wanneer het moment zou komen dat ik zeg maar de main power aanzet. Ik zou niet weten op het moment namelijk waar dat moet gebeuren. Dus ik hoop dat ik daar snel achter kom.
Oké, ik heb weer 6 nieuwe, jongens. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven zelfs. Wauw, ik had er zelfs 7. Nou, we komen in de buurt. We doen het goed. We doen het goed. Hier heb ik zelfs nog plek voor extra 4. Damn. Nou, dit is dus nu officieel, zoals al aangegeven, van de operators. Laten we eens naar de nieuwe plek gaan. Eens kijken, hoe kan ik daar het best heen? In de world map. Ik moet die kant dan op. Splashdown. Ik hoor weer dikke vette gevechten op de achtergrond. Hey, weer een Star Core, awesome. Oké, hoe kom ik in dat nieuwe gebied? Eens even kijken. Hier was Splashdown. Hier zie ik nog een nieuwe Nuka-Cola. Een Victory. Oké, weer extra tickets. Tickets. Tokens en tickets. Nou, daar zijn we dan hoor. De uitgang van het park. Want daar is de Battle Zone. De hele Galactic Zone hebben we nu achter de rug. We gaan het nieuwe gebied in. Ik ben echt hartstikke benieuwd. Het nieuwe gedeelte van het park. Zie je, we zijn nu op het moment hier. En we gaan dan rechtdoor lopen en dan gaan we dat nieuwe gebied in. Oh shit. Danger, bloodworm, staat er nog aangegeven. Fuck, fuck, fuck. Oké, okay, laten we een Nuka-Cola Victory drinken en dan die beesten verslaan. Want dat is dus gedeeltelijk de trophy. Dat je onder invloed van Nuka-Cola drankjes, bijvoorbeeld orange of weet ik veel wat. Ik neem nu al een Victory. Verdamme, wat een vieze beesten, man. Ik neem het eten wel mee. Maar wie weet kan ik er nog gekke recepten van maken met de speciale Nuka-Cola recepten. Shit! Oké, okay, die is neer. Ik zal ook een orange nemen. Fuck. Ze zijn een beetje hetzelfde als mole rats, weet je wel. Ze duiken de grond in en dan komen ze er weer uit. Vet ziek, man. Oh man, dit lijkt echt net op Disney met de Big Thunder Mountain. Wat
is het ook een awesome gamepje, hè? Oh, Sheriff Hawk is wel gewoon aardig. Hij is... friendly. Rustig, Dogmeat. Hij is friendly. Ik maak een quick save en ik ga hier dus mijn part eindigen ongeveer van deze episode alweer. Niet te geloven hoe snel het allemaal gaat en hoeveel we doen per aflevering. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik sluit deze part af door in dit nieuwe gebied een gesprekje te voeren met de sheriff. Bedankt voor het kijken, het liken, het abonneren, de support en tot de volgende aflevering, guys. Later. Hope y'all are having a good day here at Nuka World. Ready to saddle up and ride into the old Wild West. So, are you in charge here? We like to say the only thing that's really in charge here is fun. This whole area is infested with bloodworms and who knows what else. It's not safe. You must mean the no good outlaws that are coming out of Mad Mulligan's mind. Well, partner. If you're interested in lending a hand, I could use a new deputy. What do you say? Let me see if I can run some overrides and make you a little more helpful. Employee manual login recognized. Currently running in full park exhibition mode. Visitors are directed to our three main activity centers. Dock, Phosphate, Saloon, Giddy Up, Kids, Corral, and One-Eyed Ike's Quick Draw Contest. After completing each activity, the visitor will be given part of the combination to the safe that holds the key to Mad Mulligan's Mine. Signs of life in the mine, originally believed to be mine, cart, ride, attendance. But may actually be an infestation of deadly worms. Advise contracting exterminators system will now reboot. Have a nice day and don't forget your uniform. At large.